Jangan Bundere. Apa yang datang dari muka? Jangan Bundere. Viva RMS. Viva RMS. Papua merdeka. Maluku merdeka. Aceh merdeka. Na de proclamatie van de Republiek Maluku Selatan op 25 april 1950 is onze onafhankelijke republiek met geweld door de Republiek Indonesië geannexeerd. Sedert de annexatie wordt het land en het volk van de Molukken bezet en onderdrukt. Door de jarenlange stelselmatige onderdrukking en het schenden van de mensenrechten wordt het Molukse volk gedwongen de zogenaamde eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van 17 augustus 1945 enkel geldend voor de eilanden Java, Sumatra en Madura te vieren. Om te laten zien aan de wereld dat wij een zelfstandig volk zijn met een eigen cultuur, identiteit en het recht hebben zelf over onze politieke toekomst te beschikken, staan wij hier vandaag. Help mee om een einde te maken aan deze onderdrukking en uitbuiting. Wees solidair met het Molukse volk, Papua en Aceh. De samenwerking tussen Maluku, Papua en Aceh is vastgelegd in het Joint Statement. In het kader van onze samenwerking zijn zij hier vandaag ook aanwezig. Onze speciale dank gaat uit naar Papua en Aceh voor hun aanwezigheid. Vandaag demonstreren wij als Moluks volk voor de vrijheid van ons land en landgenoten. We steunen het Molukse volk en het volk van Papua en Aceh in de strijd tegen de bezetting en de armoede. Het decolonisatieproces is nog niet voltooid. Het recht op zelfbeschikking van onze volkeren, Maluku, Papua en Aceh, is nog steeds niet gerealiseerd. De Indonesische regering, die ieder jaar op 17 augustus de onafhankelijkheid viert, moet zich beseffen dat er niets te vieren valt. Er moet een einde komen aan de annexatie, bezetting en voortdurende onderdrukking van Maluku en het Molukse volk. Onze mensen op Maluku worden steeds meer bedreigd in hun dagelijks bestaan. Ons volk op Maluku moet kunnen leven in vrijheid, vrede en welvaart. Dit zijn de kernwaarden van de RMS en daar is op Maluku geen sprake van. Maluku behoort nog steeds tot een van de armste gebieden van Indonesië, terwijl Maluku ontzettend rijk is aan bodemschatten. Maar waar blijven de opbrengsten? Hoe kan het dat de Molukken wel beschikt over meerdere natuurlijke rijkdommen, maar niet in welvaart kan leven? Al decennia lang is het Molukse volk op de Molukken en in Nederland voortdurend doelwit van activiteiten van de tegenstanders van de Republiek Maluku Selatan. Tot op de dag van vandaag is er voor het volk op Maluku geen sprake van het recht op vrije meningsuiting. Wie zich uitspreekt voor een vrij en onafhankelijk Maluku wordt gevangen genomen en jarenlang opgesloten. De Molukse identiteit, cultuur en dus het voortbestaan van het volk op Maluku wordt al jarenlang bedreigd. Stop hiermee en de wereld kijk niet langer toe. Indonesië krijgt een nieuwe president, president Prabowo. Hij is een oorlogsmisdadiger. Hij is mede verantwoordelijk voor misdrijven tegen de menselijkheid in Oost-Timor, Aceh, Maluku en West-Papua. Ik zeg u allen dat het Molukse volk, in het bijzonder de RMS, daar waar hij in het buitenland komt, wij hem zullen volgen. Zullen oproepen dat hij een oorlogsmisdadiger is. Die dient te worden gearresteerd. Indonesië is verantwoordelijk voor het vermoorden van duizenden onschuldige burgers. Papua's, Molukkers, Aceh's, Timorese. Wij zullen hem niet met rust laten. Wij, de RMS, Aceh en West-Papua, zullen niet rusten voordat onze volkeren vrij kunnen leven op hun eigen gronden en kunnen leven in welvaart en vrede. Basudara sebangsa dan setanah air yang ada di sini dan dimanapun berada. Kalau hari ini katong semua masih berdiri di sini, itu semua karena katong cinta tanah Maluku, Papua, dan Aceh. Jadi jangan pernah hilang semangat untuk tetap berjuang. Api perjuangan untuk Maluku selalu menyala. Karena sing ada kemerdekaan tanpa katong terus berjuang. Mau merdeka harus berjuang. Supaya sing ada lagi rakyat Maluku yang hidup di dalam kesusahan. Hasil di Maluku begitu berlimpah, tapi kenapa masih hidup dalam kemiskinan? Itu semua
karena Ketum harus terlepas dari pemerintah NKRI. Ketum harus berdiri sendiri. Ketum harus merdeka. Kemerdekaan itu adalah hak dari semua orang. Hak orang Maluku, hak orang Papua, dan hak orang Aceh. Jadi sekarang Ketum semua ada di sini, bukan cuma for Bakungku, tetapi Ketum selalu berjuang dan tetap berusaha untuk Maluku ke depan yang lebih baik. Maluku sejahtera, Maluku damai, Maluku merdeka. Mena! Mulia! Mena! Mulia! Mena! Mulia! Mena! Mulia! Mena! Maluku merdeka, Aceh merdeka, Papua merdeka. Hari ini 17 Agustus adalah hari malapetaka terhadap bangsa Aceh, Papua, dan Maluku. Yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan dari bangsa Papua dan Maluku di kota Den Haag ini. Begitu juga melalui alam maya, saya ucapkan salam perjuangan dan sejahtera kepada sesama bangsa Aceh, dimanapun berada. Kita di sini berada tegak di depan salah satu bangunan kolonialis Indonesia untuk memberitahukan kepada penjajah itu bahwa hari kemerdekaan yang mereka rayakan itu sebenarnya adalah hari malapetaka bagi kita bangsa Aceh, Papua, dan Maluku. Hari ini juga di tanah air kita bersama, kolonialis Indonesia memaksa rakyat kita untuk mengibarkan bendera. Pada dasarnya adalah hari kemerdekaan bangsa Jawa belaka. Hari ini adalah hari paling sedih bagi kita bersama. Hari ini pada 79 tahun yang lalu adalah hari penipuan yang dilakukan oleh Soekarno beserta entek-enteknya yang kemudian menjelma sebagai penjajah. Sudah cukup kita bangsa Aceh, Papua, dan Maluku ditipu terus-menerus, ditipu hingga sampai mati. Hingga sampai mati pun nanti kita terus ditipu oleh penjajah Indonesia. Apa wasiat oleh orang-orang tua kita dahulu? Harta yang telah mereka sumbangkan, pengorbanan darah mereka, bahkan hingga nyawa mereka korbankan. Tidak akan pernah kita sia-siakan. Saudara kita, saudara sekalian sebangsa Aceh, Papua, dan Maluku. Tanah air kita dijadikan seperti sapi perahan untuk kemakmuran Pulau Jawa. Sudah terjadi puluhan tahun lamanya di zaman modern ini. Namun penguasa di Pulau Jawa itu tidak pernah sadar karena mereka mewarisi sifat penjajah. Hanya ada satu kata yaitu lawan. 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 Dan merdeka. Aceh. Merdeka. Papua. Merdeka. Maluku. Merdeka. Mena. Mulia. Sekian dan terima kasih. Atas nama bangsa Papua, hari ini saya berdiri di sini dengan bangsa Maluku, dengan bangsa Aceh. Saudara mau sampaikan, tiga negara ini kami tolak Indonesia kolonialism di atas kita punya negara. Hari ini orang berdiri dengan statement yang keras, jelas, dengan penuh semangat. Orang mau sampaikan buat kolonial Indonesia, dalam waktu dekat, kau nanti angkat kaki dari tumpun tanah. Prabowo, ilegal, presiden, genosida di East Timur, Papua, Maluku, semua. Baru sekarang mau jadi presiden lagi. Teroris, Indonesia teroris. Itu saya hari ini mau sampaikan atas nama bangsa Papua. Kita semangat berdiri dengan bangsa Aceh, dengan bangsa Maluku untuk lawan imperialism, kolonialism dari Jakarta. Papua merdeka, Maluku merdeka, Aceh merdeka, semua merdeka, Aceh merdeka, Aceh merdeka, Aceh merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka, Papua merdeka, Maluku merdeka, Maluku merdeka.
Merdeka! 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 Indonesia! Teroris! Teroris! Indonesia! Teroris! Teroris! Indonesia pembunuh! Membunuh bangsa Aceh! Membunuh bangsa Papua! Membunuh bangsa Maluku! Indonesia teroris! Prabowo teroris! Hari ini, semua berdiri di Belanda untuk melawan kolonial Indonesia. Pemerintah Indonesia membunuh rakyat Papua, Aceh, dan Maluku. Indonesia penjajah. Indonesia penjajah. Tolong viralkan. Kebenaran akan menang.